Vooraan hebben we de inmiddels de twee favorieten. En Het zou toch knap zijn als Jess Vrijenessen vanuit deze positie Jack Baldwin kan overvleugelen. Maar Jess Vrijenessen heeft het op deze manier wel al vele malen gedaan, dus waarom niet? Inmiddels maken we ons dus op voor een mooie tweestrijd tussen die favorieten... waarbij Jack Baldwin nog altijd leidt. En dat doet hij, halverwege de laatste bocht. Jess Vrijenessen nu naar de tweede plaats. Daarachter volgt dan aan de binnenkant Hint Beukelswijk. En die krijgt zo dadelijk een aanval van de opkomende andere deelnemer aan de buitenzijde. Onder andere Haya Alki ligt daarbij en nog een paar. Maar we kijken naar vooraan waar Jack Baldwin inmiddels de vlucht heeft genomen. En Jes echt alle zeilen bij zal moeten zetten. En dat gaat niet meer lukken. Het is Jack Baldwin aan de binnenzijde. Die stampt lekker door. En Michel Brouwer dicteert hem van start tot finish. Jack Baldwin de winnaar. Jes nummer 2. En dan close. Wie oh wie. Niels van der Tol. Je verwacht het niet, maar hij doet het wel. Caravagna Toscana. Super gereden. De start is gevallen. Koers begint met een galopade voor paard nummer 5, Finishing Point. Die valt terug naar de achterhoede. De leiding wordt eventjes genomen door Hin beukenswijk, Maar niet voor lang, want daar komt aan de buitenzijde al met een bliksemstart Jack Baldwin naar voren. En die heeft daarmee dan duidelijk de eerste strijd gewonnen van Jess Freynessen. Want die begint als laatste aan het karwei. Behouden ze natuurlijk Finishing Point die op grote achterstand is geraakt. Paarden gaan door de bocht op weg naar de rechterlijn voor de tribune. En het is dus uh, aankoop van het veld die nummer 8 Jack Baldwin die een lengtevoorsprong verdedigt ten opzichte van Hint Beukenswijk. Daarachter is dan in derde stelling Caravagna Toscana. En zo komen de paarden dan de rechterlijn voor de tribune weer opgedraaid. Verder weg in het veld hebben we aan de binnenzijde Haya Alki die wordt gevolgd door Josanna Je. Achter uh, Josanna J.E. E. zien we dan de laatste twee. Waarbij uh, Jess Freyenessen ja, het op de harde manier zal moeten doen. Alles buitenom. En dat wordt dan de gangmaker voor het paard daarachter. En dat is My Star. Jack Baldwin-Echter heeft het uh, ja, heft in handen. Heeft een lengte op de tweede plaats. Daarachter dan die Hint Beukenswijk. Marciana Hauber die... Uh, Blijkbaar goed zijn huiswerk heeft gedaan. Hij kan veel harder starten die in Beukelswijk. Maar op die manier vindt hij ook vaak het eind niet. Nu is een keer vanaf een rug en dat kan best interessant zijn. Daarachter komt aan de buitenzijde nu die yes Jess naar voren. Achter Jes is het in het tweede spoor Josanna JE. -E. Ook die gaat makkelijk mee. Aan de binnenkant loopt Caravagna Toscana geen meter te veel. Thomas Bos krijgt een mooie tweede spoormogelijkheid met zijn nummer 3, Haya Alki. En daarachter volgt dan op anderhalve lengte onze ja, Duitse gasten Merle Schrot. En zij rijdt paard nummer 6, My Star. Vooraan hebben we de inmiddels de twee favorieten. En Het zou toch knap zijn als Jess Vrijenessen vanuit deze positie Jack Baldwin kan overvleugelen. Maar Jess Vrijenessen heeft het op deze manier wel al vele malen gedaan, dus waarom niet? Inmiddels maken we ons dus op voor een mooie tweestrijd tussen die favorieten... waarbij Jack Baldwin nog altijd leidt. En dat doet hij halverwege de laatste bocht. Jess Vrijenessen nu naar de tweede plaats. Daarachter volgt dan aan de binnenkant Hint Beukelswijk. En die krijgt zo dadelijk een aanval van de opkomende andere deelnemer aan de buitenzijde. Onder andere Haya Alki ligt daarbij en nog een paar. Maar we kijken naar vooraan waar Jack Baldwin inmiddels de vlucht heeft genomen. En Jes echt alle zeilen bij zal moeten zetten. En dat gaat niet meer lukken. Het is Jack Baldwin aan de binnenzijde. Die stampt lekker door. En Michel Brouwer dicteert hem van start tot finish. Jack Baldwin de winnaar. Jes nummer 2. En dan close. Wie oh wie. Niels van der Tol. Je verwacht het niet, maar hij doet het wel. Caravagna Toscana. Super gereden.